Ik ben van Gent naar Athene gefietst met als doel centjes bij elkaar verzamelen voor Mauro. Ik word volgend jaar 50 en ik wou nog een keer een lange tocht maken. En ik heb eerst gekeken hoeveel verlof dat ik bijeen kon sparen en dan gekeken naar tot waar ik zou kunnen geraken. En dat bleek Athene te zijn, 15 landen verder, ongeveer 4000 kilometer. Toen ik de plannen aan het bedenken was voor mijn reis, wou ik daar ook heel graag een goed doel aan koppelen. En toen kwam mijn collega Renaat met de diagnose van zijn zoontje. Namelijk dat hij Duchenne heeft, een zware spierziekte. En toen viel de puzzel in elkaar en was het snel duidelijk dat ik daarvoor mijn fietstocht wou ondernemen om een aangepaste fiets voor Mauro te kunnen bekostigen. Tijdens zo'n tocht kom je natuurlijk ook minder leuke dingen tegen. En dan had ik altijd het idee van Mauro in mijn achterhoofd van niet neuten, doordoen. Ja, is eigenlijk altijd in mijn gedachten bij mij geweest. Ik had ook een aantal stickers mee die ik hier en daar gekleefd heb, dus hij was mee op reis eigenlijk een beetje. Toen ik vertrok voor de tocht was het niet 100% zeker dat hij ooit ging kunnen fietsen. Maar terwijl ik aan het fietsen was, heeft hij zelf leren fietsen. En dat was een heel mooi iets om te vernemen, een heel mooi moment. Ja, de cirkel is echt helemaal rond. Ja, ons gezin is super fier en super trots op Iris. Ze heeft dat fantastisch gedaan ten eerste. Schitterende prestatie. Het heeft ook een heel mooi bedrag opgeleverd. En met dat bedrag gaan we nu een aangepaste fiets kunnen kopen voor Mauro. Dikke merci aan Iris, heeft dat fantastisch gedaan. Ik vind het uiteraard een enorme eer om Gentenaar van de Maand te zijn. Maar ik sta erop om die erkenning te delen met alle gulgevers en initiatiefnemers voor acties en de mensen die mij geholpen en gesteund hebben.